Welkom bij deel 6 van het online jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat. Niet live in de Schelp, maar vanuit een studio. En we hebben hoog bezoek. De voorzitter van het Vlaams Parlement is hier. Welkom, mevrouw Homans. Goedemiddag. Ja, het Kinderrechtencommissariaat en u zetelt samen onder één dak. En u heeft ook al zo net het jaarverslag voor het eerst in handen gekregen. Wat was uw eerste indruk? Ja, absoluut. Net zoals vorig jaar wil ik Caroline en haar team van harte geluk wensen met het zeer lijvige en toch wel heel adequate verslag met heel veel concrete aanbevelingen. Ik ben natuurlijk ook zelf mama van twee jonge kinderen, 13 en 16. Dus dat laat mij ook niet onberoerd. Ik hoop dat het heel veel Vlamingen niet onberoerd laat. Want ik vind kinderrechten absoluut heel belangrijk. Niet alleen omdat ik zelf mama ben van twee jonge kinderen, maar gewoon in het algemeen. En zeker in deze bijzondere tijden van corona zijn kinderrechten nog meer belangrijker dan vroeger. Ja. Het is ook een paar keer komen spreken in commissies, de kinderrechtencommissaris. Wat was uw indruk daarvan? Ja, ik ben natuurlijk als parlementsvoorzitter een beetje neutraal in de zin van ik heb niks te zeggen over de werkzaamheden. Niks is veel gezegd, maar weinig te zeggen over de werkzaamheden in de commissies. Maar ik denk dat Caroline daar echt wel een indruk heeft achtergelaten. De titel van het jaarverslag, en Caroline, je mag mij corrigeren als ik verkeerd ben, was van geef de kinderen een stem. En nu was het laat de kinderen absoluut niet meer in een tweede lockdown, of de kinderrechten niet meer in een tweede lockdown belanden. En in het opzet van de titel van het jaarverslag van vorig jaar is Caroline en haar team absoluut in geslaagd. Geef de kinderen een stem. We hebben bijvoorbeeld voor de eerste keer of een van de eerste keren een koepelzaal gevuld gezien met jonge kinderen. En dat is voor mij ook wel eenmaal iets anders dan met de 124 of 123, want ik ben de 124ste parlementsleden die er normaal zitten, waar eigenlijk de debatten op een andere manier verlopen. Die luisteren ook niet altijd even goed naar elkaar. De kinderen deden dat wel, dat was voorbeeldig, moet ik zeggen. Dus misschien kunnen de gewone parlementsleden nog wel een voorbeeld nemen aan hoe dat de kinderen op dat moment, of de jongeren, als ik het zo mag zeggen, hebben gedebatteerd met elkaar. Respect voor elkaar, luisteren naar elkaar en eigenlijk ook iets willen leren en oppikken van elkaar. En dat is heel belangrijk, denk ik. Het is ontzettend moeilijk. En niet alleen voor mijn kinderen, voor alle duidelijkheid. Voor alle kinderen. En ik besef dat afstandsonderwijs... wat je dan eigenlijk mist, is een soort van structuur. Uw ouders kunnen wel structuur geven. Ouders werken dan meestal ook thuis en verplicht telewerk en dergelijke meer. Maar je mist die structuur van de school. Je mist uw vrienden. Je mist dat omgang met je vrienden tijdens de speelplaats. Je moet nu allemaal een mondmasker dragen. Ik denk dat de meeste, alleen mijn kinderen toch, die zijn al wel gewend om dat te dragen tijdens de les. Daar kunnen ze nog mee leven. Maar dat dat dan ook nog eens moet tijdens de speeltijd, dat dat dan ook nog eens moet tijdens de lunch, als ze niet aan het eten zijn, ja, dat wordt er dan misschien allemaal te veel aan. En dan zie je natuurlijk wel, je hebt de goede structuur van de school, want de scholen hebben absoluut echt wel hun best gedaan. Dat wil ik echt wel gezegd hebben in deze uitzending. Echt absoluut hun best gedaan om zo coronaproof mogelijk de kinderen toch zoveel mogelijk naar school te laten gaan. Omdat we hebben gezien wat dat eigenlijk de gevolgen waren van de eerste lockdown. U verwees daar juist al naar een aantal jongeren die in de commissies kwamen getuigen. Een van hen is Benjamin. En ik stel voor dat we nu live even gaan inchecken met Benjamin. Ik hoop dat hij online is. Ja, daar is hij. Benjamin, hoor je ons? Dag, Benjamin. Hallo. Hi. Benjamin, je hebt een prachtige passage gemaakt in het Vlaams parlement. Je hebt heel veel krasse dingen gezegd. Nu, hoe zit het nu met jou in die tweede lockdown? Dat is iets wat wij heel graag willen weten. Hallo, het gaat wel goed met mij. Oké. Ik ben heel makkelijk in mijn leven en ik mis mijn vrienden en grootouders, maar voor de rest gaat het wel goed. Oké. Hoe vond je het om het in het Vlaams parlement te komen en te vertellen wat er door jou heen ging? Ik vond het heel leuk dat ik daar mocht zijn. Ik zat precies in Villa Politica. En ik ben ook heel dankbaar aan de commissie Jeugd dat ze ons hebben uitgenodigd. En mijn vrienden waren ook heel verbaasd dat politiekers naar de mening van tieners zouden luisteren. Tot dat moment hadden we een beetje de indruk dat er meer over ons werd gesproken dan met ons. Maar het gaf me echt een goed gevoel dat we daar mochten zijn. Mm-hmm. En ik vond het ook leuk dat er verschillende tieners met andere ervaringen waren.
Het was ook heel spannend om te mogen spreken met echte politiekers. En dat het in de koepelzaal was, maakte het natuurlijk extra leuk. Ja. Er is één ding dat je nog wil aanstippen. Het feit dat de jeugd of de jongeren toch af en toe met de vinger gewezen worden. Wat wil je daarover kwijt? Ja, ik vind het erg dat er sommige politiekers de jongeren een beetje beschuldigen en zeggen als we niet op school zijn, dat we dan allemaal naar het frietkot gaan en corona opdoen. Dat vond ik heel erg. In het frietkot, ja. Het kan erger hè, dan het frietkot. Ja. Nee, vertel verder hoor. Ja. Ik vond het een beetje veralgemerende. Ja. Want er waren wel jongeren die dat gaan doen, maar dat is zo'n kleine minderheid van de jongeren die dat gaan doen. En er zijn heel veel jongeren die heel hard hun best doen om de coronamaatregelen te volgen. Oké. Okay. Benjamin, misschien dat mevrouw Homas nog een vraag heeft voor u, nu we hier toch aan het praten zijn. Mevrouw Homas? Ja, Benjamin, in eerste instantie, ik vind het absoluut dapper en moedig van jou dat je eigenlijk de stem wilt vertolken van heel veel jongeren. U hebt zelf gezegd van, eigenlijk de lockdown, ik heb het wel overleefd en ik ben blij dat ik nu halftijds of deeltijds of alternerend naar school kan gaan. Zijn er nog zaken waarvan je denkt dat het Vlaams parlement en de commissie jeugd of het Vlaams parlement in totaliteit nog iets kan verbeteren? Ik denk dat nog iets heel belangrijks de laptops is. Want om eerlijk te zijn ben ik een beetje teleurgesteld. Want ik weet dat er al heel veel laptops geschonken zijn, maar er zijn nog altijd tieners die geen laptop hebben. En ik woon in het dorp, dat is dichtbij Brussel. En ik ga bewust naar school in Brussel, naar MAVO, een hele leuke school. En mijn school is een beetje zoals onze maatschappij, heel divers. En er zijn nog altijd leerlingen die nog geen computer hebben. En de school gaat er gelukkig uitlenen, maar dat wil zeggen dat de computerlabo's voor de eerste raad niet gaan kunnen doorgaan. Ik heb een vriend die in een andere school zit, waar de leerlingen een computer moeten hebben. En als ze dat niet hebben, dat ze op hun gsm moeten leren. En dat is natuurlijk heel moeilijk. En ik ben heel blij dat firma's oude laptops schenken. Maar ik denk toch dat we een beetje ambitieuzer mogen zijn. En dat een laptop echt geen luxe product is. En jongeren verdienen eigenlijk beter dan een oude laptop en afgelangte spullen. Oké, okay. Zeer sterk. Benjamin, je hebt ook nog de hoop uitgesproken, want de leden van de commissie jeugd die hadden jullie ook nog iets beloofd. Of vergis ik me? Ja, ze hadden gezegd dat we nog een keer mochten komen na de eerste golf. En dat lijkt me toch heel belangrijk dat ze dat blijven doen. Jongeren uitnodigen in hun commissies. En ja, ik hoop dat ik nog een keer mag komen. En ik denk dat het trouwens ook niet de commissieleden van de commissie jeugd alleen moeten zijn. Ik denk dat dat breder gaat. Dat gaat ook over sport. Dat is nu wel toevallig dezelfde commissie. Mm-hmm. Maar maakt eigenlijk niet uit. Maar ook over bijvoorbeeld media, over bijvoorbeeld natuur en leefmilieu, onderwijs uiteraard. Absoluut. Ik denk dat het breder kan gaan dan enkel en alleen de commissie jeugd. Dus Benjamin, als je wil, kan je nog heel veel naar het parlement komen. En ik zorg ervoor dat die koepelzaal voor u beschikbaar is. Maar dan moet corona natuurlijk wel voorbij zijn. En laten we hopen dat dat snel gebeurt. Oké. Benjamin, mogen wij jou bedanken voor jouw geweldige tussenkomst. En wij zijn al blij dat we jou binnenkort terug in het Vlaams parlement zullen mogen verwelkomen. Er zijn heel veel zaken waar jij ongetwijfeld heel veel over kan zeggen. Bedankt en tot binnenkort. Dag. 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 Ja, mevrouw Homans, heerlijke kerelen. Heerlijke kerel. De toekomst zit daar eigenlijk. Hè. Eventjes terug naar het jaarverslag. Daar staan nog een heleboel punten in die eigenlijk moeten aangepakt worden. Neem nu bijvoorbeeld het busvervoer. Daar zouden we het over kunnen hebben op dit moment. Maar hoe gaat u met al die aanbevelingen in dat jaarverslag nu verder? Ja, ik denk dat het belangrijk is.
Ja, ik ben neutraal, hè, maar ik heb natuurlijk ook wel de invloed om met de verschillende parlementsleden, maar ook met de commissievoorzitters en ook met Caroline te praten over een aantal belangrijke zaken. Ik weet, busvervoer is een van de zaken. Over onderwijs hebben we ook al verschillende keren gepraat. Dat we natuurlijk ook wel gewoon in die commissies de vrijheid geven om daarover te praten. En ik weet ook wel dat minister Peters, bevoegd voor mobiliteit, daar ook mee aan de slag is gegaan. Als ik bijvoorbeeld een aantal maanden geleden reportages zag in de nieuwsuitzending van verschillende zenders, dat bijvoorbeeld kinderen in het buitengewoon onderwijs 5 uur lang op de bus zaten om op de school te geraken, ja, dan breekt uw moederhart. Ook al is dat uw kind niet, maar uw moederhart breekt gewoon. En dat is niet meer van deze tijd. Anno 2020 kan dat niet meer. En ik ben er echt wel zeker van dat elke minister op zijn of haar beleidsdomein echt aan het werken is. En ik denk dat dat een van de verdiensten is van Caroline, maar ook van heel haar team, van het kinderrechtencommissariaat in de totaliteit, met eigenlijk ja, toch wel de veelbelovende titel en de veelsprekende titel van dit jaarverslag, laten kinderrechten nooit meer in lockdown gaan. En ik denk dat dat de hele Vlaamse regering toch wel heeft wakker geschud, denk ik. Ja, we zijn heel blij dat u dit zo opneemt en zo zal vertalen naar alle collega's in het Vlaams parlement. Ik denk dat we u heel graag mogen bedanken dat u hier was bij ons. Graag gedaan. En met uw zeer boeiende verduidelijkingen. Zo, mevrouw Homans, tot binnenkort. Tot binnenkort. Dank je wel. Graag gedaan. Blijf nog even bij ons, want we hebben nog een klein afsluitend woord voor u in petto. Van wie? Van de Vlaamse kinderrechtencommissaris zelf natuurlijk. Tot zo.